Ja, goeie meesken. We hier joert weer een soort bewolking. En dat kwam eigenlijk al je tussen de skiering van de warmere en de koudere lucht. En die warme lucht die komt weer waarom. En dus zeggen we dus joert nog altijd bewolking. Maar er zit de camera even bij op sommige plakken in de rim van de midi. Wie het toch even weer mooi opklaren. De temperaturen wien wat te leeg voor deze tijd van het jaar. Tussen de zeg maar 16 en 18 graden. We beginnen even naar het waar voor joen en vannacht. Joen en vannacht heb ik ook nog een soort bewolking staan. En ik verwacht je dat er ook vannacht, of op een mooie manier betiet, wel eens even een lietje stoorruim vallen in. De temperatuur die zak je erbij vannacht net 400 uur. Het wordt een graad of 11 rond 14 graden. Daarbij hebben we een zwakke tot matige wien en die komt uit het noorden. En dan hebben we een mooie manier in eerste instantie echt te krijgen, maar die bewolking werd misschien nog even wat stoorruim uitvalt. Wanneer in van de middag wordt het droog en dan komt die zinne ek uit en trog even wat te vastkien. De temperaturen komen dan ek wat heger. Het wordt zo'n graad of 9 bij een matige wien uit het noorden. En dan de komende dagen. We zorgen nog steeds een hege drukgebied, maar het centrum bij Engeland, of zeg maar ten zuidwesten van Engeland, boven de Azoren. En dat zorgt ervoor dat wij de komende dagen een noordwestelijke wien hebben. Maar het is een hele rijstige wien, krijgt 2 of 3. En er komt extra gewoon wat meer rondte van de zinnen. En dat betekent dat die temperaturen dus omheen gingen kunnen op sneun een graad of 22 gemiddeld. En snijden wordt het zo'n 20 of 21. In elk geval is het droog. En het komt ook heel nog goed, maar die simmertemperaturen takken we wieken. Want menje en die zie ik in die temperaturen omheeg. De wind die draait wat naar het zuidwesten. En het wordt menje zo'n 23 en die zie misschien wel 24 graden. Dus voorlopig bloot het gewoon simmerwaar in Friesland.